Ik ga zelf niet de analyse maken van de wedstrijd. Dat mogen de trainers doen. Maar ik denk dat we zeker een aangename eerste helft gezien hebben waar er frank en vrij gespeeld werd. Net voor de rust een 2-0. Dan weet je dat de wedstrijd eigenlijk bijna afgelopen is. In de tweede helft werd de wedstrijd dan verder, of de voorsprong verder uitgebouwd. Ook op fysiek, maar natuurlijk ook automatisme en zo verder. Steven, is dat een korte maar juiste weergave? Of ja, hoe heeft u de wedstrijd beleefd? Ik denk het wel. Ik denk dat in de eerste helft Lokeren ons wel af en toe voor problemen heeft gezorgd. Telkens wij de bal op hun helft verloren, dat er iets te veel ruimte tussen onze verdediging en aanval was. Maar eens dat wij die 0-1 hebben bij 15 minuten gehad, waar het echt niet goed liep bij ons. Maar toen die 0-2 viel, was het eigenlijk voor ons zaak van om die bal bij te houden, om Lokeren achter die bal te laten lopen. En dan kwamen die gaten automatisch en dan hebben wij wel de kwaliteit om dat te kunnen uitspelen en om nog een aantal doelpunten te maken. Hans, even tot bij u komen. 0-2 rust. Meestal is een trainer dan niet tevreden, maar ik denk dat je toch wel met een glimlach de kleedkamer bent ingegaan met de rust. Want ik zag toch wel een voetballend elftal. Frank en Vrij zijn kans ging. Efficiëntie, dat was er vanavond weer niet natuurlijk, maar toch wel tevreden, denk ik, na de eerste helft. Een glimlach is misschien wel veel gezegd, 0-2. Maar ik vond het jammer dat we juist voor de rust die 0-2 binnenkregen. Maar je ziet ook wel dat er een niveauverschil is. Als het middenveld van Mechelen begint te draaien, dan hadden we het moeilijk. En dan weten we dat ze heel veel lopende jongens hebben die in de 16 opduiken. En daar zijn we vandaag een paar keer opgepakt. Dus de eindstand vind ik misschien overdreven aangezien dat we meegevoetbald hebben. Maar er was wel een niveauverschil vandaag en dat was duidelijk. Net na de rust valt dan direct de 0-3. Speel jullie verstandig de wedstrijd uit, 0-5. Akkoord dat de uitslag dan misschien toch wel net iets wat overdreven is. Volledig verdiend, vanzelfsprekend. Maar 0-5 zijn toch harde cijfers. Ja, gelijk Hans ook zegt, ze hebben goed meegevoetbald. En zeker in de eerste helft, dat is een paar momentjes waar het meer had kunnen zijn. Maar eens dat die 0-3 heel vroeg was, dan weet je dat de kopjes bij Lokeren naar beneden gaan. En dan hebben wij wel de fysieke en de technische mogelijkheden om daar meer goals van te maken. En ik heb ook tegen de jongens tijdens de rust gezegd, maak zo snel mogelijk die 0-3. Dat jullie er ook dat jullie vertrouwen kunnen opdoen naar de wedstrijd van zaterdag toe. De wedstrijd van zaterdag, Jans, dan kom ik ook terug bij u. 0-5. Het was zaak om dan in de kopjes te laten inslijpen en meteen dan het terug op te pikken en een goede wedstrijd met te maken zaterdag. Ik denk dat deze wedstrijd mag dan hier in de kopjes zitten. Je weet dat je tegen een eerste klasse speelt. Je weet dat je doelpunten kunt slikken. De competitie is helemaal anders. De competitie is ook heel belangrijk voor ons. Dus ik denk dat ze vooral zich moeten optrekken dat ze op bepaalde momenten, zeker de eerste helft, meededen. En goed konden omschakelen. Maar het is gewoon goed voor de jongens dat ze eens zien wat voor niveau de verschillen dat er op bepaalde momenten zijn. En ik denk dat dat niet in de hoofdjes mag kruipen. Zaterdag is een heel andere wedstrijd. Het zal meer gesloten zijn van onze kant. En zal weer iets moeilijker voetballen zijn. Je weet als je in een eerste klasse speelt dat je op bepaalde momenten wel wat ruimte krijgt om te voetballen. Ja. En dat is in de competitie soms veel moeilijker. Ja. Nu vooral revalideren naar zaterdag toe. Dat zal het belangrijkste zijn. We hebben nu 3 wedstrijden in 6 dagen, dus we zijn dat niet gewoon. We zijn dat ritme niet gewoon, dus dat zal belangrijk zijn dat iedereen terug fit, om fit te krijgen naar zaterdag toe. Jullie, Steven, nog 1 wedstrijd ja. En dan een WK-stop. Hoe gaan jullie daarmee om? De spelers krijgen 2 weken vrij. Dan komen ze terug en dan beginnen we eigenlijk aan een voorbereiding. Ik denk dat we dan eens 4-5 weken hebben van voorbereiding. We gaan ook een week naar Spanje om ons voor te bereiden in een gunstig klimaat. Het is raar omdat het in het midden van het seizoen is. Dus eigenlijk een nieuwe voorbereiding, maar in het midden van het seizoen. En dat is misschien wel goed om alles op punt te zetten. En nu nog 1 wedstrijd op Charleroi, dacht ik. Ja. En dan vooral kijken naar wat er na het WK komt. De beker wordt wel een echt doel, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Het moet natuurlijk wat meezitten met de loting, maar er kan wel een heel mooi succesverhaal in zitten. Maar daar moet u nu nog niet te veel over nadenken. We hebben onze job vandaag gedaan en de wedstrijd van zaterdag is nu belangrijk om met een goed gevoel die winterstop in te gaan. Dankjewel, succes. Dank u. U ook, Hans. Bedankt.